ben heel nieuwsgierig wat de gemeente voor plannen heeft. En zoals het eigenlijk altijd gaat met mij, ja, ik heb meestal andere plannen dan wat de gemeente eigenlijk wil. Informatief was het, onderhoudend, vermakelijk ook. Mooi om de reacties te zien in de zaal. Het temperament, hè, het temperament van de mensen toch op het onderwerp, dat is mooi om te zien. Het gaat mensen aan het hart, het gaat om de eigen woning. Ik kan me best voorstellen dat mensen zorgen hebben over wat er op hen afkomt. Maar één ding is zeker, 2050 geen gas meer in Nederland. Dus daar gaan we naartoe werken. Maar op welke manier we dat precies bereiken, ja, dat wordt heel spannend. Dat de energietransitie ben ik het volledig mee eens. Maar het gaat om de weg ernaartoe. Wij moeten deskundigen bij elkaar zetten die een plan ontwerpen. En daar moet een keuze uit gemaakt worden. Maar dat gebeurt niet. Er worden belangenorganisaties om een tafel gezet. En vervolgens denken we dat daar een oplossing uit komt. En dat is fout gedacht. Nou ja, ik zit sinds 1990 op het gebied van energie en klimaat. Dus heb ik wel het gevoel dat ik een beetje mee mag praten. Ik ben adviseur. Vastgoed. En ik hou me ook wel bezig inderdaad met adviezen over het verduurzamen van vastgoedportefeuilles. Ik heb al 17 jaar zonnepanelen op mijn dak liggen en ze zijn nog niet toe aan vervanging en het heeft ook financieel nog geen zin. Ik kom met het duurzaam bouwen. Als er een gebouw door ons ontworpen werd, keken we naar de sloop. Dus naar het einde van de levensduur van het gebouw. Van wat kon je daar nog van gebruiken? Ik gebruik geen cement. Alles in kalkmortel, zodat je het later gewoon weer kan hergebruiken. Je doet het uiteindelijk om natuurlijk een mooiere, duurzamere wereld te maken. En als we kijken waar we nu naartoe zouden zijn gegaan als we geen maatregelen hadden genomen, dat de zeespiegelstijging enorm zou kunnen gaan uitpakken. Nou, als je dat kunt vermijden voor de toekomstige generaties, en als je daaraan mee kan werken, dat is natuurlijk fantastisch. Als je kinderen en kleinkinderen hebt, is het natuurlijk wel aardig dat die ook nog een toekomst hebben en ergens kunnen leven. En dat ze redelijk prettig kunnen leven. Dat is de reden waarom ik dit doe, niet voor mijzelf. Dat dient mijn tijd wel uit. Ik vond het een goede communicatie, ook heel veel inbreng vanuit de zaal. En dat, ja, ik hoop dat de gemeente daar goed naar geluisterd heeft. Dus help ze gewoon met goed advies bij het isoleren van de woning. Dus breng die warmtevraag terug. Dat is denk ik een hele goede stap 1. Het is een proces wat we aan het doen zijn. Dat gaat altijd met horten en stoten. Alleen ik ben een beetje bang dat de mensen die het voortouw nemen getraumatiseerd zijn door Groningen en wat we de Groningers hebben aangedaan. En dat op basis daarvan de verkeerde beslissingen genomen worden. Dus geen overhaaste besluiten. Geef technologische ontwikkeling een kans. Dus trek niet zomaar het gasnet eruit. Denk even na van, goh, wat kunnen we er op termijn nog meer mee? Dat soort slimme besluiten. Hè? Als je daar met elkaar de schouders onder zet en een verschil kan maken, ja, weet je, elk verschil telt. Dus daar worden we allemaal blij mee.